Hey, en hoe lang gaan wij uh, praten? 2,5 uur? Nee. Vijftig minuutjes. Vijftig? Ja. Oké. Okay. Weet je dat? Welkom bij de Toren van Babel. Een maandelijkse serie binnen de Architectenweb Podcast, waarin we praten over hoogbouw. Mijn naam is Naar Roggeveen en ik ben de founder van More Architecture. Ik heb tien jaar in Shanghai gewoond, waar ik gefascineerd ben geraakt door hoogbouw. In deze serie praat ik met ontwerpers, ontwikkelaars en andere experts die allemaal hun eigen perspectief hebben op hoogbouw. Samen gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag, hoe maak je nu echt goed hoog gebouw? Ik zit vandaag in ons kantoor aan de Lauriergracht in Amsterdam, waar ik een interview heb met Bianca Seklus, directievoorzitter van de ontwikkelaar era Kantoor. Met Bianca praat ik over de geschiedenis van de Ere Flats, de ontwikkeling van Rotterdam en hoe Bianca aan de basis stond van het vak conceptontwikkeling. Maar we hebben het vooral over haar prijsvullende project Little Sea en of dat een alternatief kan zijn voor hoogbouw. Welkom, Bianca, in Amsterdam. Dankjewel. Dank Leuk dat je er bent. Jij bent de baas van era Kantoor. Ja. Wat is dat voor bedrijf? era Kantoor is een ontwikkelaar en bouwer. En wij bestaan toevallig, ik vertelde je het net al, vandaag 58 jaar. Gefeliciteerd. Dus, dankjewel. 9-9. 9-9. Uh, mooi. In de, nou ja, jij vertelt net al bijzonder getal. Hè? Bijzonder getal is Chinees ja. getal voor ja, lange, lange levensbestendigheid. Ja. nou ja, laten we hopen dat het ook zo is bij ons. Nee, 58 jaar, dus in 1964 gestart. Um, en eigenlijk altijd actief geweest in de bestaande stad. Dus uh, nooit gekozen voor Phoenix, maar altijd voor de bestaande stad. Um, dat komt ook wel vanuit onze geschiedenis hè? dus ERA staat voor Van Eesterens Rationele Aanpak dus wij zijn ooit gestart met de ERA flats of ontstaan vanuit de ERA flats dat was toen een uh, concept van ons zusje JP van Eesteren het is dus een zelfstandig bedrijf geworden um, en eigenlijk ja, zeg maar, omgaan met de klant of met de mensen die in een gebouw van ons wonen of op een plek die wij maken wonen dat zit ons uh, in het DNA dus daar, uh, ja, daar beginnen we mee, daar eindigen we mee en alles tussendoor. Um, en we ontwikkelen en bouwen dus. Dus uh, we doen van begin tot eind. Uh, zowel in de nieuwbouw als in de bestaande bouw. Um, alles wat te maken heeft met wonen. Ja. Dus dat vooral. En even voor de duidelijkheid: jullie zijn ontwikkelaar, maar jullie zijn een ontwikkelende bouwer. Maar wil dat zeggen dat je ook, dat alles wat je ontwikkelt, dat je het ook zelf bouwt? Of... Ja. Oké, okay, ja. dus jullie... nou, Het komt wel eens voor dat we iets niet zelf bouwen, bijvoorbeeld een paar villaatjes of zo. Maar dat ja. is heel erg uitzonderlijk. Dus in principe bouwen we alles wat we zelf ontwikkelen. Gewoon zelf. Ja, en ja. omgekeerd, het bouwbedrijf opereert ook voor andere ontwikkelaars, of niet? Ja, het bouwbedrijf bouwt ook als bouwteampartner voor woningcorporaties, beleggers, andere ontwikkelaars. Ja. Ja. En daar zitten natuurlijk ook een interessante mixen in, kan ik me voorstellen. Dat je die relaties ja. hebt met, met corporaties en ja, zeker. Vanuit het bouwbedrijf. Zeker. En, en wat ook echt heel erg leuk is, vind ik, omdat we echt specifiek van wonen zijn. Dus we doen ook wel andere dingen, maar er moet altijd wonen ook in zitten. Is dat zeker in bestaande steden zie je natuurlijk nu veel opgaven die zowel sloopnieuwbouw in zich hebben als renovatie. Ja. En omdat we beide kunnen, kunnen we natuurlijk eigenlijk heel objectief naar een gebied kijken. Zonder meteen al te denken van oh we willen nou graag nieuwbouwen of oh we willen graag renoveren. Maakt ons niet uit. Ja. We doen wat goed is voor de plek. Ja. Dus... ja. En dan ontwikkel je natuurlijk vanuit het ontwikkelbedrijf zelf het concept voor zo'n plek. Ja ja vaak ook niet met partners hè. Dus, ja. uh, dus wat ons misschien wel iets anders maakt dan andere ontwikkelaars is dat wij geen eigen gronden hebben dus we kopen geen grond speculatief zou ik maar zeggen ja. Um, dus ja we, we zeggen altijd we moeten het doen op basis van uh, kracht en niet op basis van macht uh, dus we werken gewoon heel graag samen ja. en wat is de reden dat je niet die grond speculatief inkoopt en ik kan me voorstellen dat het soms ook wel goedkoper is of aantrekkelijker of misschien uh... ja eigenlijk hebben we dat gewoon uh, ooit dat Daarvoor gekozen. En uh, wij zeggen ook altijd: ja, weet je, als je ge niet genoeg geld hebt, kun je ook niet op vakantie. Dus ja, je kan al je geld wel overal vast in hebben zitten in gronden, maar ja, dan op een gegeven moment houdt het ook op. Ja. Dus je moet het eigenlijk gewoon doen uh, ja, op een andere soort manier. Dat vinden we eigenlijk een beetje de sport, hè? dat zonder dat we allemaal zelf die gronden hebben, dat we toch het voor elkaar krijgen om gewoon uh, actief te zijn in, uh, op de plekken die wij heel mooi vinden. Ja, want jullie zeggen ook, of, ik heb jou in een interview horen zeggen: Erik contour werkt op veel plaatsen waar het nog niet zo goed gaat. Ja, ja we zeggen eigenlijk altijd. Uh, plekken die nog een beetje liefde nodig hebben. Dat is een, ja, een interessante insteek. <laughs> ja. Hey, nou kom je zelf. Nou, ja, weet je waarom we dat zeggen? Dat is misschien wel belangrijk. Ik vaak gaat het over wijken die dan een, die genoemd worden vogelaarwijken, achterstandswijken of weet ik veel wat. En wij denken altijd ja, je zou er toch maar wonen. Ja. En dan zegt iemand over jouw wijk waar je misschien al 30 jaar met alle liefde en plezier woont, zegt iemand wij, hè, als ja. vak, vakmensen... zeggen dan ja, dit is echt een achterstandswijk. Ja, ja ik vind dat echt niet kunnen. Dus wij, zeggen echt, wij gebruiken die woorden nooit. Want ja, er wonen gewoon mensen die daar ook een ja, ziel en zaligheid misschien hebben. Waar maar in kinderen leggen. zijn geboren. Waar kinderen en, zijn ja. geboren. Dus ja, dat kun je niet maken, vind ik. Ja. Dus daarom uh, plekken die een beetje liefde nodig hebben. En nu zijn jullie, jullie zitten in Zoetermeer. Ja. Met het bedrijf. Maar zijn jullie nou, is dat mijn perspectief of zijn jullie heel gericht op Rotterdam? Nou, we zijn wel van oudsher veel actief in Rotterdam. Ja. Dus ja, we zijn niet per se gericht op Rotterdam. Het is dus eigenlijk een beetje de brede randstad is ons werkgebied. Dus we zeggen altijd nou, bovengrens, een beetje Pummerend, Amersfoort. Nou, we zijn nu ook bij Berg-op-Zoom van alles aan het doen. Maar eigenlijk de vier grote steden, dus Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, uh, Utrecht. Ja. Dat zijn eigenlijk de focusgebieden. En dan ja, de, de, de gebieden daartussen, zoals uh, nou ja, Schiedam, Vlaardingen. Maar het, zit, het concentreert zich qua werk nu wel wat meer op Rotterdam. Ja, ja. en uh, komt dat ook omdat je komt zelf uit Rotterdam? Ja. Heeft dat daar iets mee te maken of is het meer toeval? Ik denk wel dat de Rotterdamse mentaliteit goed bij ERA Contour past. En wat is die? Ik vraag het toch maar even, misschien ja. dat het heel, heel duidelijk <laughs> nou, is. Nou maar... ja, ik denk toch um, gewoon ervoor zorgen dat het voor elkaar komt. Ja. Uh, dat het leuk is. Uh, dat je waarmaakt wat je zegt. Handen uit de mouwen. Handen uit de mouwen. Ja. En ook um, wat denk ik ook helpt, is dat in Rotterdam is natuurlijk nooit. Nu gaat het goed. hè? He. staan ook in allerlei boekjes en lijstjes op de goede plek. Het is natuurlijk lang niet zo geweest in Rotterdam. Nee. Uh, dus de samenwerking tussen marktpartijen en gemeenten is eigenlijk al jarenlang heel erg intensief. Uh, en ik denk dat dat ook heel goed bij ons past. Ja. Dus minder tenders en allemaal dat meer, veel meer samen. Ja, de gemeente dus... Rotterdam is dan natuurlijk ook zeg maar, uh, nodig daar ook toe uit. Dus het ja, proposals ja. enzovoort. Ja. Ik misschien daar ook nog over te spreken. Jij komt zelf ook uit Rotterdam. Zeker. Ja, geboren getogen. <laughs> En uh, je hebt die stad dus ook heel erg zien veranderen. Ja, zeker. Ja. Je woont nog steeds in Rotterdam of niet? Nee, ik woon nu in Berkel. Dus oh. ja, nou goed, ik zeg altijd onder ook van. Uh, onder ook van. En ja. ik kijk zo vanuit mijn woonkamer op de skyline van Rotterdam. Ja, dus je kan gewoon dus. die torens allemaal omhoog zien komen. Ja, ja. En ik kan op de fiets. Ja, de stad in. Dus, ja. uh... hey, en wat is nou de belangrijkste verandering die je hebt gezien? Nou, wat ik net al zei, hè? Dus het, is, uh, het heeft natuurlijk lang uh, is Rotterdam de aanvoerder geweest van alle minder prettige lijstjes. En de, je ziet nu dat daar een grote verandering in is gekomen. Neemt niet weg dat er natuurlijk nog steeds een heel groot verschil is tussen arm en rijk in de stad. Hè? Dus ja. dat, uh, dat is daarmee niet per se opgelost. Maar ja, er is zoveel nieuw bijgebouwd en zoveel uh, verbeterd, denk ik. Ook voor, gewoon voor mensen in woonkwaliteit. We hebben bijvoorbeeld Nieuw Krooswijk gemaakt. Nou, de woningen die daar stonden waren gewoon echt slecht. Dus ja. niet. niet Alleen sociaal waren, was het natuurlijk problematiek, maar met name die woningen waren gewoon heel slecht. Klein ja. en uh, tochtig en gewoon echt niet oké okay meer. Ja. Ja, en als je dan ziet wat daar nu staat. En dat is natuurlijk zeker niet hè, voordat je het vraagt uh, voor iedereen die daar eerst woonde. Ja. Want dat was natuurlijk 100% sociale huur. En nu is de mix geworden. Ja. Maar ik denk dat overal voor de stad dat wel een enorme verbetering is. Ja. Dus... Vraag me ook af, want jij uh, je bent, je komt van, van Zuid, toch? Ja. Wat is nou uh, in de atmosfeer, zeg maar, Even los van zeg maar, de, de torens en het beton en het staal, uh, de atmosfeer, hoe is die stad nou veranderd? Um... En misschien ook het noord ten opzichte van zuid. Ben ik dan ook benieuwd naar hoe je ja. daar naar kijkt? Zo ja, er kijk, is natuurlijk een enorme investering gedaan in, uh, op zuid. En je ziet daar ook echt wel heel veel resultaten, vind ik. Um, waarbij dat natuurlijk ook. Echt lang adem is. Hè? Dus uh, dat is natuurlijk heel goed. Het NPRZ is natuurlijk een supermooi programma. Maar ja, het vraagt wel lange tijd voordat je echt grote resultaten gaat zien. Ja. En dat zit natuurlijk zeker niet alleen maar op, op bouwen, maar juist ook op scholing en op nou ja, gewoon de hele sociale. Uh, ja, gewoon Hoe mensen zo sociaal voorstaan, zeg maar. Ja. Uh, maar als je bijvoorbeeld het gebied rondom het Zuidplein ziet... Ja, dat is, ik was daar als klein kind natuurlijk ook veel. Ja. En nu is het natuurlijk echt totaal andere een plek. Want het, ja. daar wilde je natuurlijk een aantal jaren geleden echt niet rondlopen eigenlijk. Ja. En nu met het nieuwe theater en, en al die, ja, alles wat daar omheen gebeurt... Ja. is het natuurlijk ineens een hele leuke plek geworden. Ja. Dus ik denk dat er ook wel wat minder dan vroeger... een beetje neergekeken wordt op uh, Rotterdam-Zuid. Ja. Dus dat dat wel een hele goede ontwikkeling is. Ja. Dat het gewoon echt wel als ja, minder slecht wordt gezien. Ja. Wat ik natuurlijk heel leuk vind, want ja, ik kom er vandaan. Ja. ja. Hey, en je hebt uh, 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 ook gestudeerd in Rotterdam bouwkunde. Ja. Wat was de, wat was de reden daarvoor dat je dacht: van, ik ga bouwkunde doen? Nou, ik ben enig kind, enig dochter van een technische vader. Nou, ik heb een schoonmoeder die is daarin gepromoveerd. En die. Kennelijk is het zo dat vaak enig dochters van technische vaders ook een technisch beroep kiezen. Heb ik me laten vertellen. Oh. Uh, nee, ik wilde eigenlijk van alles. Ik, ik zat op het VWO en had wiskunde, natuurkunde, scheikunde, economie en alle talen. Dus dan kun je ongeveer alles ja. kiezen wat je wil. Dus ik heb ook nog lang getwijfeld over um, economie of international business of econometrie zelfs. En mijn vader is werkdagbouwer. Toen dacht ik op een gegeven moment ja mm, misschien toch wat meer die kant op. Dus ik ook nog wel bij werkdagbouw geweest. Nou, toen dacht ik nou dat is ook niet echt. Ja, ik, ben een, ik ben gek op van die lopende banden. Want ja als je als kind altijd in fabrieken komt met ja. lopende banden, dan gaat dat toch ergens erin zitten. Um, maar ik dacht, ja, ik vind tekenen ook heel fijn. Uh, dus ik, ik schilder altijd al en zo. Ja. Dus ik dacht, nou, misschien is dan bouwkunde eigenlijk wel leuk. Ja. Nou, dan zou je zeggen, waarom ga je niet naar de TU? Uh, dat is altijd de volgende vraag die mensen aan mij stellen. namelijk. Oh, die had ik niet bij de. <laughs> maar ik had toen een vriendje die studeerde rechten op de Erasmus. En dan was ik een paar keer mee geweest. En toen dacht ik, hmm, dat is eigenlijk niet zo mijn ding. Doe mij maar gewoon een, uh, iets kleinschaliger. Ik wilde ook graag stage lopen, wat toen op de TU niet uh, plaatsvond. En toen heb ik voor de HTS gekozen. Ja. Dus toen ben ik lekker uh, in Rotterdam naar de HTS. gegaan. Ja. Hey, en toen, na, daarna, meteen een era, toch? Nee, ik heb eerst nog ergens anders gewerkt. Oh, Oké. Okay. Ja. Ik ben na de HT. Ik deed bouwkunde en architectuur. Ja. Studeerde ook af op een moment dat het allemaal heel goed ging in de wereld. Ja. Uh, ook weer 7797. Kijk eens. Ja, mogelijk. Uh, en uh, ik kon eigenlijk op best wel veel plekken terecht. Uh, zaten zelfs ten, ja, Mijn afstudeerpraatje hield allerlei bedrijven in de zaal. Maar ik uh, heb er toen wederom bewust voor gekozen om bij een wat kleiner bedrijf te beginnen. Boksproject heette dat toen omdat ik dacht, dan kan ik heel snel heel veel dingen leren en een beetje proeven aan allerlei verschillende takken van sport. Ja. Ik was wel achtergekomen tijdens mijn uh, twee stageperiodes dat ik uh, ontwikkelaar wilde worden. Ja. Want ik had bij een architect stage gelopen en bij een aannemer. En daartussen, dat was één project, heel mooi, dat sloot mooi op elkaar aan. En daartussen zag ik natuurlijk die ontwikkelaar. Ja. En ik dacht, hé, hey, ja. dat is uh, wat ik ga doen. Dat is interessant. En toen ben ik begonnen als kopersbegeleider. Uh, en daarna al heel snel doorgestroomd naar uh, verkoop. Ja, een soort verkoopmanagement, zeg maar. Dus dat stond toen natuurlijk 25 jaar geleden nog in de kinderschoenen met websites en uh, ja, dat soort ja, dingen. Ja, ja. En toen ben ik projectontwikkelaar geworden daar en toen ben ik overgestapt naar Era na 3,5 jaar en gebleven en gebleven, ja, ja. 22 jaar. Ja, afgelopen gewoon... week. Oh, graag. Ja. Ja. Hey, en um, je begon daar aan de conceptkant, ja, je als hoofdinitiatief en concept, ja, was niet gelijk toen ik er kwam. Toen uh, was er een afdeling marketing en nieuwe projecten. Zo Heette dat toen, wat nu dus de afdeling initiatief en concept is? Ja. Ik kwam daar, er dus zaten twee mensen. Uh, nou, die gingen al snel weg om verschillende redenen. Toen zat ik er alleen. Toen heb ik een tijdje gedaan, kwamen en gingen mensen en dat nou, was een beetje rommelig. En toen zei ik op een gegeven moment tegen de toenmalige directievoorzitter: Co-Blok. Co ik zeg: Ko, hey, of we gaan er nou wat van maken of dit, ik ga iets anders doen, want dit, is, uh, dit, dit schiet gewoon niet op. Nou, en toen zei hij gelukkig: Nou, ga er maar wat van maken. Dus doe het. Ja. ja, en toen heb ik die afdeling omgedoopt naar de, de afdeling Initiatief en Concept. Want dat vond ik meer de lading dekken. En ik dacht, ja, conceptontwikkeling is eigenlijk wat wij, wat wij nog moeten doen. voordat je die projectontwikkeling gaat doen. Hè? Dus ja. als je echt nog niet weet wat je gaat doen, dus van niets naar iets. Ja. Dat is eigenlijk die conceptontwikkeling die je natuurlijk in andere vakgebieden toen al wel meer zag. Maar eigenlijk in ons vakgebied nog niet zo. En dit was rond het jaar 2000. Ja. Ja. ja toen bestond dat in de vastgoed nee, natuurlijk eigenlijk nee. niet. Nee, nee ja, ik ben in 2000 begonnen. Ja. ja. Dus 1 september 2000 ben ik begonnen. Ja. Dus uh, nee, dat bestond eigenlijk nog niet. Dus uh, samen met mijn collega toen, Irene Ponet die nu bij Emere werkt, ja. hadden we eigenlijk allebei een soort eerste verkenning op het gebied van conceptontwikkeling. Ik deed Ludme in Rotterdam. En zij deed een project met Boon uh, in, uh, in Weide Venne. En uh, nou, toen hebben we eigenlijk een beetje ontdekt hoe dat dan allemaal werkt en hoe je dat met leefstijlen doet en zo. En de smart agent was toen ja. natuurlijk ook daar uh, ja. druk mee dus wij zijn dat een beetje gaan ontdekken. Nou, Irene die is op een gegeven moment naar Emere gegaan en toen heb ik dat zelf uh, verder voortgezet. Ja en toen was de afdeling initiatief en concept geboren. Ja. ja. En toen ontstond dus het idee om vanuit die klant te gaan ontwikkelen. Ja. En uh, kan je daar iets meer over vertellen? Uh, hoe uh, die, die je vertelde net al die klantbenadering staat centraal. Ja. Dat is voor onze architecten uh, misschien uh, de, de, de manier waarop de ontwikkelaar daarover nadenkt is heel anders dan die, dat veel architecten denken. En, uh, maar er zitten misschien ook wel raakvlakken. Kan je daar iets over vertellen? Nou, kijk, ik denk dat er eigenlijk best wel veel raakvlakken zitten, hoor. Want wat wij doen is uh, eigenlijk proberen het uh, programma van eisen gewoon scherper te krijgen door met de klant te praten. Dus ja. het is ook nooit bedoeld geweest als een soort marketing uh, dingetje of zo. Ja. Het is echt gewoon omdat we natuurlijk ook vaak op plekken werken waar een beetje liefde nodig is... is ja. het niet vanzelfsprekend dat mensen daar zomaar per se willen wonen. Nee. Uh, dus je moet dan echt heel goed nadenken over... goh, wat heeft deze plek nodig enerzijds? Dus vanuit je eigen professionaliteit hè, met architecten, wijzelf... Uh, nou, andere adviseurs die daar nog uh, iets over kunnen bijdragen... ga je natuurlijk vanuit je eigen professie denken van... oké, okay, wat zou voor deze plek heel goed zijn? Ja. Wat wij daarnaast altijd zetten is gewoon dat we het klantonderzoek doen... om te kijken van, goh, vinden mensen dat nou eigenlijk ook wel? Of ja. kunnen wij dat lekker vinden met ja. z'n allen? Maar er zit ja. niemand op te wachten. Dus die twee dingen die combineren we eigenlijk met elkaar. Ja. Uh, waarbij die, dat klantdenken natuurlijk, ja, dat is geen, uh, ik zeg dat is geen betonberekening of zo. Hè. Het is natuurlijk ook wel uh, goed doorvragen, goed nadenken wat mensen nou eigenlijk echt bedoelen. Ja. Uh, ja, en wij hebben natuurlijk al heel snel dat leefstijldenken omarmd. Dus niet meer zoals daarvoor meer gebeurde van hoeveel geld verdien je, wat voor je gezinssamenstelling en hoe oud ben je. Ja. Uh, zijn we veel meer naar wat voor soort manier van leven heb je? Dus hoe sta je in het leven? En um, ja, met welke andere mensen wil je het liefst op een plek wonen? En dat is een beetje los van leeftijd en zo, maar veel meer van ja, wat zijn de kernwaarden die jij uh, belangrijk vindt om te leven. Kan je dat iets verder uitleggen? Want ik dat, uh, ja. uh, ben ik erg benieuwd naar hoe dat precies dan werkt. Nou, wij hebben eigenlijk altijd uh, in het begin met smart agents gewerkt. We doen nu uh, werken we ook met disk vision. Dat zijn wat meer kleuren, dus het, het is eigenlijk een soort kleurensysteem systeem. Hè? Ja, de smart dus, agents en Vision zijn allebei methodes om ja, die, methodes om die klant uh, in te delen, zullen we ja, zeggen. Ja, ja. ik doel om die groepen in kaart te brengen. Ja, ja. nou wat, wat het makkelijkste is, is eigenlijk die de, de, de oude Smart Agent manier, zeg maar: heb je gewoon vier kleuren. Want dat is, dat is nou ja, iets makkelijker uit te leggen. Ja. Uh, de blauw en de rode uh, leefstijl, die zitten aan de, uh, die zitten eigenlijk meer aan de. Aan de, aan de linkerkant van het spectrum en de geel en de groen aan de rechterkant en dan heb je groen en blauw zijn wat meer introvert en rood en geel zijn extravert ja. en er zijn blauw en rood meer ego gericht en groen en geel meer groepsgericht ja. dus um, een blauwe leefstijl en een rode leefstijl kunnen allebei bijvoorbeeld een uh, weet ik het een oude een sportwagen hebben oude sportauto de blauwe die poetst hem elke week op en de rode die rijdt de rally's in ja, ja, ja. om maar ja, eventjes ja. het is een beetje iets te plat, maar, maar... Ja, ja, ja. Van, dus uh, hoe mensen zich verhouden tot, uh, laten we zeggen, uh, de groep en ja. tot, uh, tot uh, bezit. Ja, de rode maar leefstijl tot materie de rode leefstijl is ook, uh, dat zijn meestal de meer maar dat zijn ook mensen met heel veel interesses, die ook graag reizen en die dus niet per se al hun geld aan een woning uitgeven. Ja, want maar dat we, wil je natuurlijk weten van hoe. Ja. Uh, en de gele leefstijl is heel erg gericht op samen. Dus die vinden het leuk om een buurtbarbecue te doen. Ja. Dus ja, dan moet je nadenken over, goh, hoe wonen die samen op een gebied? Ja. Uh, dus het kan heel veel input geven. Ook juist vind ik op stedenbouwkundig niveau. Dus niet, misschien nog niet eens zozeer op architectonisch niveau, maar meer op stedenbouwkundig niveau over hoe je een plek maakt waar die mensen zich goed tot elkaar kunnen gaan verhouden. Wat voor mini samenleving maak ja, je? Wat voor mini samenleving maak je? Ja, ja. of faciliteer je eigenlijk? Ja. ja. En is het dan zo dat je altijd, uh, laten we zeggen, groepspersonen of juist individualisten uh, bij elkaar brengt, of? Nee, dat hoe, hoeft hoe niet per se, want je hebt natuurlijk ook wel grote gebiedsontwikkelingen. Ja, dan kun je natuurlijk niet uh, 2000 woningen vullen met één leefstijl. Dat zou ja. ook een beetje typisch zijn, want dat <laughs> is niet zo heel <laughs> erg inclusief, zullen maar zeggen. Nee, nee, nee. Uh, nee dat, ja, dat, dat is per locatie ook wel weer heel erg wisselend, vind ik. Um, het is wel goed, ook al doe je sociale huurwoningen met uh, middenhuur en uh, de huurkoop door elkaar heen, dat je ook daar wel goed oplet van... Hey, ja. Wat voor mensen zijn dit nou? Hè? En vinden die het wel fijn om bij elkaar te zijn? Ja. Um, maar er is niet echt met een schaatje te knippen, vind ik... hoe je dat nou precies doet. Het is toch wel echt uh, per plek goed nadenken. En ook, wat ik al zei, heel goed nadenken... hoe je dat dan dusdanig vormgeeft... dat het ja, elkaar altijd versterkt in plaats van in de weg zit. En je zegt dus eigenlijk ook van... Um... Die leefstijlen kunnen dus ook misschien wel veranderen door je leven heen. Als je kinderen hebt of, of dat die kinderen weer het huis uit gaan of niet. Maar goed, die identiteit van mensen blijft natuurlijk wel ja. min of meer hetzelfde. Je blijft wel min of meer hetzelfde, maar je ziet het natuurlijk wel ook een beetje vanuit gemak. Dat als je kinderen krijgt, dat het wel handiger is om in een, op een plek te wonen... met andere mensen met kinderen, dichtbij een schooltje. Ja, ja. Dat je ook een beetje dat soort dingen met elkaar kan delen. Ja. Dat je misschien een beetje op elkaars kinderen kan passen. Ja. Dat maakt het leven dan toch wel een stuk overzichtelijker. Ja. Maar je ziet wel dat mensen die in de basis gewoon knalrood zijn... Ja, als dat dan die fase voorbij is, dat ze dan wel weer teruggaan naar... Knalrood meer... is die, die met die sportauto, toch? Ja, maar dan met die auto die gebruikt wordt. He. Dus ja. die wordt niet opgepoetst, maar ja, oh, ja, 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 ja. ja dus, dus dat er... iemand die is uh, actief en... Breed geïnteresseerd. En... Ja, breed geïnteresseerd. Stedelingen zijn het meestal. Dus uh, ja, ego-gericht, extravert. Ja. Mensen die naar festivals gaan, um, ja. Nou ja, dat soort ja. mensen. Hey, en dat is een methode die heb je behoorlijk uh, serieus uh, verfijnd in jullie aanpak. Ja. van projectontwikkeling bij r Ja, nou ja, wij hebben wij niet zelf alleen gedaan. Hè. Er zijn natuurlijk allerlei bureaus die daar helemaal. Maar je bent wel degene nu, geweest die heeft gezegd: van zo gaan wij nu. Ja, ja. Uh, ja. wij zijn vanaf begin af aan, uh, geloven wij hier in. Uh, wat heeft, dat ja. je wat heeft dat je projecten gebracht? Nou, ik denk dat het... Uh, wat het je project echt brengt... is dat het dus heel goed lukt... om ook echt de mensen die er gaan wonen... heel gelukkig te maken. Ja. Dus ik denk dat er, uh, wat jij net al zei... een soort mini-samenlevingtjes ontstaan... Ja, waar het echt uh, heel leuk is. Ja. Dus uh, ik noemde net Le Medië al ik vind dat altijd heel bijzonder het is uh, vorig jaar zomer was het twaalf en half jaar geleden dat het Project opgeleverd in Bos is dijken. ja Geertsen Schultze meen ik Geertsen Schultze en uh, samen met Kortenknee en Stoelmacher ja. uh, maar Geertsen Schultze de hoofdarchitect zeg maar en uh, super leuk ook want ja voor hun was dat toen best ook wel spannend hè want ja. Nou ja, het risico om vanuit de vakwereld toch een beetje als een soort Disney weggezet te worden, was ja. natuurlijk levensgroot aanwezig. Ja. Daarmee hebben we ook eigenlijk gekozen voor Gus en Schulze destijds. Nee, dachten... Leg dat even uit op Disney? Uh... Nou ja, het is natuurlijk wat mensen snel vinden. Medie is natuurlijk mediterraan. Dus ja. het heeft een soort mediterraan vleugje, zeg maar. Dus Het is een project in een kwetsbare wijk in Rotterdam, ja. denk ik. Ja. En uh, een soort binnen, rondom een soort binnenhof. Ja, klopt. Maar het heeft een aantal soort van mediterrane elementen. Ja, het heeft in grote poorten waardoor je ja. binnenkomt. Het heeft natuurlijk mozaïeken in die poorten. Maar ook een uh, veranda, een pergola, zeg maar. Dus ja. het uh, gaat eigenlijk. Ja. Uh, uh, dus het heeft gewoon ja, kenmerken vanuit uh, mediterrane architectuur. Maar dan loop je natuurlijk het risico dat het een beetje. Ja, dus of pastities. Of, of, ja. Ja, ja. Of, of weet ik veel Efteling of zo. Zeker toen was dat nog een beetje nat dan, dat moest allemaal strak en kantig. Um, en nou ja, Jeroen heeft natuurlijk ook een uh, heel duidelijk handschrift. Ja. En wij dachten, nou, het zou wel heel mooi zijn als hij die vertaling kan maken. Want dan voorkom je waarschijnlijk dat het too much wordt. Ja. zeg maar Nou, dat is denk ik ook heel goed gelukt. Um, maar wat je daar dus ziet gebeuren, is dat het echt een heel ja, echt een heel mooi samenleving geworden is. Ze wonen mensen wel met 70 verschillende nationaliteiten. Wow. Maar die wonen op zo'n leuke manier met elkaar samen. Dat, ja, ik ben er altijd nog enorm onder, van onder de indruk. En doordat wij op deze manier werken met de klant, is heb je natuurlijk ook veel contact. Ja. Nou, toen Medi gemaakt werd, toen was ik zelf nog conceptontwikkelaar. Ja. Dus toen had ik zelf natuurlijk al die contacten nog. En ik heb nog steeds contact met sommige mensen die daar wonen. Ja. Dus ik kreeg toevallig vorige week een appje van Joël Ferdinandus... een van de bewoners, werkte ook bij de gemeente Rotterdam. En die zei: Ja, ja we zijn eigenlijk over aan het nadenken. Of hij zat toen in een VVE-vergadering. En ze wilden graag het binnenplein opnieuw inrichten. Dus hij zei: Ja, hoe moeten we dat nou doen? Kan dat zomaar? Ja. En uh, dus ik zei: Ja, is er geld dan? Want ja, daar begint het toch helaas altijd een beetje mee. Uh, nou, dat was er wel. En uh, ik zei: Nou ja, dan moeten we volgens mij even kijken wat er mag. Hè? Want het, nou, het is ook nog zijn soort afspraken met de gemeente Rotterdam. En ik zei: Het lijkt mij dan heel tof om dat samen te doen met uh, de architect. Ja, nou, dat vond hij ook. Dus dan stemt hij dan even af van hoe, hoe werkt dat, hoe moet dat. Ja, ik... Dus die betrokkenheid is er gewoon nog steeds. Ja, die betrokkenheid ja. is er nog steeds. En dat maakt het natuurlijk wel heel erg leuk. Dat ja. je ook niet uh, iets neerzet en dan weer wegrent. En dat zijn de mensen die zeg maar, het profiel geel hebben, vermoed ik? Nou, die zijn rood met een vleugje geel. Oké, okay, dus dat zijn mensen, stedelingen, moet ik het goed ja. begrijpen. Maar die wel een, zeker een maar van collectiviteit... Uh, ja, ja. ja en, en waarom die stedeling? Kijk, toen we daar begonnen, toen was... Ik weet nog wel de allereerste keer dat ik in de tussendijk kwam... Terwijl ik in Rotterdammer ben, was ik ook nog niet zoveel uh, geweest. Um, de corporatie uh, had aan ons van nu Havensteder, toen, toen nog een andere naam, maar nu Havensteder. Die vroeg: van joh, kunnen jullie ook eens kijken naar die plek? Want ja, hè, jullie hebben veel ervaring met dit soort plekken. En, nou, dus ik ging op zaterdagochtend, dacht ik, nou, ik rijd er eens naartoe. Ja, dat was toen ook uh, de Keile Haven, was toen net de tippelzone. Ja, het ligt er net onder. Hè? Ja, het ligt ja. net onder. Dus dakpark en net daaronder. Ja, precies. Uh, maar de Keile Haven was toen net tippelzone geworden. Dus ja, het was niet echt helemaal fijn. Aldi Ze hebben we het over 2002, 2003 of zo? Nee, uh, eerder. Eerder nog? Uh, ja, nee, nee, natuurlijk niet. Want toen werkte het nog werkt niet bij ERA. Nee, 2003, 2004 denk ik zo'n ja. beetje. Ah, ja, toen was dat dus echt geen, niet zo'n beste nee, was het plek. het was geen beste plek. Het was allemaal timmerd, ja. uh, Dus het was echt, uh, was echt een beste plek. Dus ik dacht, huw, deur op slot. <laughs> ja, en dat kan ik me nu helemaal niet meer voorstellen. Want als je er nu rondloopt, dan denk je, wow, wat een mooie plek is dit geworden. Ja. Dus dat ja. is wel echt uh, heel erg tof om te zien natuurlijk. Ja, ja dat is een dramatische verandering. Ja. ja. Je vertelde net al, ERA is begonnen als bouwer van hoogbouw eigenlijk ja. van flats. Ja. De straatgeschiedenis van het bedrijf is gewoon ja. huizen stapelen. Ja, dat is heel ja. apart. Ja. ja. Nou ja, het is eigenlijk heel grappig ook, want er is ook weer een soort vergelijkbare situatie nu aan de hand hè. Dus het, ja. we zijn in 1964 ontstaan gewoon vanuit de woningnood. Ja. Dus er was gewoon gebrek aan woningen, betaalbare woningen en ook snel. Ja. Dus precies ja, de vraag die er nu precies voor Precies de vraag die er nu ook is. En ja. we hebben het nu ook nu allemaal over modulair bouwen en we gaan allemaal fabrieken ja. maken en weet ik het allemaal. Dit is echt het voorbeeld van modulair bouwen. Ja. Want je maakt gewoon een het, het casco... het is echt een, dra, een scheidingdrager-inbouw. Dus het casco is los van het inbouwpakket. Ja. Toen al gemaakt, hè? Ja. Um, ja, wat ik net al zei... ons zusterbedrijf JP van Eesteren... die zag die woningnood en die dacht... Hey, um, daar moeten we iets mee. En daar is eigenlijk gewoon een apart bedrijf uit voortgekomen. Dus eerst was het gewoon een initiatief van een aantal medewerkers. Dat is uitgegroeid tot een soort concept. En uiteindelijk afgesplitst in een apart bedrijf... omdat dat zo succesvol, succesvol was. En er was zoveel vraag naar die woningen dat uh, ja, dat, dat uitgebouwd is. Ja. Nou ja, en het grappige is, we begonnen natuurlijk met van die rechte flats. Nou, toen kwam er een enorme innovatie. Toen hadden we nou een knikje erin. <laughs> en vervolgens hebben we ook nog sterf flats gemaakt. Dus ja, echt enorme innovaties. <laughs> ja. nee, nou, het is wel heel tof. Ja, ik ben er altijd heel trots op. Uh, er is ook nog nooit eentje gesloopt. Het zijn er 50 dus... gebouwd of iets dergelijks? Ja, nou, ja duizenden, tienduizenden woningen. Ja. Echt uh, ja. onvoorstelbaar. Ja, hoeveel... En hoeveel er precies... zitten er in een flat dan? Een paar honderd of zo. 500 soms wel. ja. ja. Dus ja, echt enorme aantallen. Dus uh, we hebben net de hoge ERA's uh, in Omhoort uh, uh, gerenoveerd. Ja. Want dat doen we nu ook. En we renoveren ze weer. Dat is ook heel Ja, leuk. dat vind ik fascinerend. Ja. dus fascinerend. Want daar hebben jullie zelf het initiatief genomen om ja. dat te doen? Of hoe ontstond dat? Nou, we hebben eigenlijk uh, dachten op een gegeven moment van ja. Dan zagen we wel eens. Uh, reden we langs een ERA-flat. en dan stond er een bord van een andere aannemer. die uh, die die flat aan het renoveren ja. was. Terwijl wij zelf ook renoveren. dachten we, hé, het kan toch eigenlijk niet dat je eigen erfgoed. zeg maar door ja. een ander wordt gerenoveerd. Ja. Uh, toen zijn we een samenwerking aangegaan met Smit Vastgoed. En Smit doet heel veel beheer van die flats, van de ERA-flats. Ja. Dus zij hadden vanuit die optiek heel veel kennis over die flats, gewoon ho over hoe ze er in de afgelopen jaren bij staan. Ja. En wij hebben ze natuurlijk ooit gebouwd. En toen zijn we een samenwerking aangegaan, Team ERA-flats heet dat. En op die manier eigenlijk ten nou ja, strijde getrokken. Ja. En gekeken van, goh, waar zijn er allemaal van die flats? En van welke corporaties zijn ze dan? En dan gekeken van, joh, kunnen we met elkaar uh, ja, die woning gaan renoveren? En zijn het allemaal corporatiewoningen? Of zijn het ook... Uh, sommige zijn misschien ook verkocht? Nee, het zijn eigenlijk allemaal corporatiewoningen. Wat interessant. Maar door het ja. hele land heen? Of ook weer in dezelfde gebied nou, waar je nu aan gaat? Nou, wel Ombord, Kapelle, Maar ook, uh, ook Pumrends, langs de A8, he, ja. Ja. Dus die... Uh, die met uh, ja, ook zo'n knikje. Ja, een knikje. Ja, ja, ja. 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 En die heeft ook een hele glazen gevel gekregen. De Noordwachter. Dus ja. ook heel... Uh, ja. ja. Hé, hey, en, en die... Maar die... Uh, wat ik fascinerend vond is dat de overspanning 7,20 meter is voor ja. die woningen. Ja. Dat is natuurlijk geweldig. Ja, dat is geweldig. Dat is ook een grote succes ervan. Ja. Want daarom is het natuurlijk nog nooit eentje gesloopt. Het is natuurlijk super grote overspanning. Ja. En het is ook vrij indeelbaar, wat ik net al zei. Ja. Dus we, we hezen destijds gewoon het afbouwpakket erin. ja En daar zaten dus alle wandjes, kozijnjes deurtjes enzovoort zaten gewoon in een pakketje. ja En mensen konden toen al zelf kiezen hoe ze die woning ingericht wilden hebben. Dus Zelfs ik... voor via de corporatie? Ja. Ik heb filmpjes uit de 60 jaren, nou echt fantastisch. Ook echt architecten nog helemaal op zijn. Nou ja, je weet hoe het toen was: mooie zwarte pakken en helemaal keurige heren hè, met ja, stopdassen. Zien ja. de mensen niet, maar dat heb ik dus ook. Ja, ja, ja. ja. <laughs> um, nee, dus super leuk. En die vraagt dan ook uh, in zo'n heel mooi net, net accent. Aan mensen van, uh, goh, hoe wilt u uw woning? En uh, maquetten erbij. En dan zie je mensen ook zo staan. Ja, ja, en, uh, hoe werkt dat dan? Ja, en nu komt de badkamer uit in de woonkamer. Wilt u dat echt of wilt u liever een halletje? Ja. Oh nee, liever een halletje. Dus toen was er dus al, wat dat ik kon, net al denken. zei, het zit in ons DNA, dat klantdenken was er toen al. Ja. Uh, dus mensen konden dat gewoon zelf kiezen. Als je dan gezinsuitbreiding kreeg of kinderen gingen de deur uit, kon je gewoon die woning opnieuw indelen. Dus als we nu aan het renoveren zijn, komen we nog wel eens tegen dat er nog zo'n wandje. Gewoon achter het behang zit. Oh, dat is goed, dus ja. die kon je dus gewoon tegen de bouwmuur zetten, zeg maar. Oh, echt waar. En dan later weghalen of verplaatsen, zou ja, maar zeggen. Ja. Maar we komen dat nu dus nog wel eens tegen, dat die nog niet gebruikt is, zo'n wandje. Ja. Maar dat is toch eigenlijk een ongelooflijk systeem. Zijn jullie, hebben jullie nooit overwogen om dat weer in productie te nemen nu? Nu de nou, er zijn, zijn van, ja, nou, uh... nou er zijn een paar mitsemaren. Ja. Uh, we hebben iets andere regelgeving tegenwoordig. Uiteraard, ja. <laughs> uh, mensen willen niet per se meer in een flat wonen met 500 uh, woningen tegelijk. Ja. Stedenbouwkundig zijn er ook bijna geen plekken meer waar dat kan. Uh, waar je zo top-down zo'n ding, ja, kan waar je zo'n ding uh, meer kan planten, dompen, ja. ja, dat kan bijna niet. Nou, ja, dat is natuurlijk de vraag. Hè. Dat is zo nou ja, tot dat nu op... toe kan ja. het zeg maar niet. Ja. Uh, maar we zijn wel vorig jaar begonnen met de era flat van nu. Ja. dus wel gaan kijken van goh welke principes zijn nou heel interessant aan die flat uh, waardoor je snel kan bouwen goedkoop kan bouwen uh, en ja gewoon uh, Stapelt hoog misschien ook of niet was dat dan onderdeel ervan ook of niet ja nou het was uh, hoge dichtheid hoge dichtheid vooral ja. ja hoge dichtheid en eigenlijk die galerijflat heeft natuurlijk heel lang een slechte uh, imago gehad ja. maar als je aan, aan mensen vraagt hoe ze het vinden om in een om in zo'n flat te wonen vind ik het eigenlijk heel fijn. Ja. Want je hebt natuurlijk altijd een doorzonwoning. woning, dus ja, is een hele vele, dat is fijne het woning hebt. Meest waanzinnige platgronden. Ja, mooie platgronden. En die galerij, als het goed functioneert. En wordt er wordt ook goed nagedacht over welke mensen wonen bij elkaar. En ja. niet alles maar door elkaar heen gooien. Dan zijn dat eigenlijk een soort straatjes. Ja. Dus dat is heel erg leuk. Je moet natuurlijk wel genoeg zorgen voor genoeg stijgpunten en zo. Want dat, nou ja, dat was vroeger misschien allemaal nog niet overal helemaal even goed. Ja. Maar, um, nou ja, duurzaamheid is natuurlijk ook wel een belangrijk ding. Hè. We hebben daar natuurlijk de tunnelgietbouw uitgevonden voor, ja. met die grote overspanning. Ja, dat tunnelgietbouw is natuurlijk niet de meest duurzame nee. manier van bouwen. Nou, dus nee, dat, ja, is... goeie, dat zou je op een andere manier kunnen ja, doen. Ja, dus natuurlijk. dat kun je natuurlijk ook, nou ja, ofwel in hout of in uh, beton. Ja. We hebben ook zo'n betonfabriek die heel duurzaam beton kan maken. Dus dat kan natuurlijk ook op een hele goede manier. Ja. Dus daar zijn we nu zeker wel mee bezig. Ja. Ja, ontzettend interessant. Ik had begin dit jaar Wouter Veldhuis hier zitten. Ja, stedenbekundige ja? en ook uh, van, uh, lid van het College van Rijksadviseurs. Ja. En die maakt een, nou, die weet natuurlijk heel veel van Nieuw-West. Die maakt een zeer uh, grondig pleidooi voor de herwaardering van de, van de Galerijflet. ja, uh, voorkomen terecht, wat mij betreft. Maar dat ik mij denk, ook. Uh, ja, nou, ja, heel goed ja, om te zeker. horen. Want dat ja. is uh, ook in de antwoorden op het, die we moeten vinden op het op die woningopgave... Is ja. dat natuurlijk ook een. Uh, nou ja, en kans. Wat we, waar we ook weer naar kijken met die era flat van nu, is je hebt natuurlijk ook heel veel van die partiek flatjes uh, in het land staan ja. die eigenlijk, nou ja. Aan niks, aan nergens meer aan voldoen zeg maar, ja. uh, he, Die zijn zo lekker zo'n mandje, uh, je hebt geen geen lift, uh, het is nou ja, gek, eigenlijk altijd een beetje gekke platgeronde. Ja. Om te kijken of je zo'n blokje eruit kan halen en dan gewoon zo'n erafletje erin kan zetten. Interessant. Ja. Kijk, dus dus een herwaardering van de, van de era de ja. wat goed. Ja. Nou komen we, nou zijn we via een, met een aantal omwegen uiteindelijk gekomen bij het bij het uh, soort van uh, pièce de resistance. Uh, little C. Ja. Uh, de woontoren gekte stopt in Rotterdam, eindelijk, schreef Bernard Hulsman een uh, NRC, een uh, review van 5 mei 2021. Ja. Vijf sterren. Ja. En hij is de campagne aan het voeren, volgens mij heeft hij al drie stukken over Little See geschreven, <laughs> al, inmiddels al. Ik weet niet ja. of het ja. hebt, maar. Ja, maar dat is Heel, heel aardig voor ons. <laughs> ja, nou ja, het gaat voor mij niet eens maar aardig, maar hij, hij noemt het uh, het Wonder van Little See'. Ja. Ik lees even voor. Het is niet, niet meer dan een Wonder. De wijk is een radicale breuk met de woontorens die de afgelopen jaren, decennia overal in, in de Rotterdamse binnenstad omhoog zijn geschoten. En de komende jaren nog talrijker en hoger zullen worden. Nou, dat, dat kan minder. Ja. Toch? <laughs> uh, afgelopen week was uh, Hugo de Jonge op bezoek, ja. zag ik. Ja, klopt. Dat is een behoorlijk succes geworden. Die, uh... Zeker. Dat had je natuurlijk helemaal voorzien in 2013. Zeker. Ja. Nee, nee. En het is heel grappig, want we hebben deze locatie achter al heel lang. Dus ooit was het uh, Stadstimmer in Rotterdam, 30 jaar geleden of zo. En toen zijn er soort pakketjes zoet en zuur gemaakt. Dus ontwikkelaars kregen, of bouwers toen nog eigenlijk ja. vaak, kregen toen een soort pakketjes van de gemeente veel een paar moeilijke locaties en een paar goede locaties. Nou, daar zat ook Little C in, of de locatie Lidl C. Naast de ATS waar ik zelf uh, gestudeerd ja, heb, klopt, ja. Ja. Uh, was echt wel een hele slechte plek. Dus er was niet echt een zoet, maar meer een zuur. Nou, daarmee heeft het waarschijnlijk ook zo lang geduurd. Maar eigenlijk, een beetje midden in de crisis, hè. 2013, dachten wij: ja, god, we moeten toch een keertje iets gaan doen hè, met die locatie. Met die ja. We hadden natuurlijk ook niet echt per se heel veel werk toen. Nee. Dus we hadden ook de tijd om daaraan aan te gaan beginnen. Maar dan ga je dus in zo'n periode uh, nadenken over zo'n plek. Ja. Dus um, nou ja, wij dachten: ja, als, als je ooit mensen op deze plek wil krijgen, moet je echt iets bijzonders maken. Dus wij hebben een uh, selectie uitgeschreven onder de architecten samen met de gemeente. Jo Koenen deed mee, West 8 en Kult. Dus Jacob van ja. Twijker en Koor Geluk. En nou, eigenlijk hadden, kwam Kult met ja, niet helemaal dit stedenbouwkundig plan, maar wel met die kleine blokjes. Ja. Uh, dus dat zeg maar conceptueel leek het erop. Ja. Nou, Koor zegt het altijd, toen, die toen zij die presentatie gaven, toen zat Bianca te kwispelen. Uh, <laughs> ik was meteen helemaal dat ik dacht, oh, dit is echt wat we moeten doen. Ja. Maar waar, waar sloeg je op aan? Wat, wat, waarom dacht je dat? Nou, ik dacht: dit is echt iets anders. Dit is ook echt iets uh, waarmee je een verschil kan maken. Want ook toen waren er natuurlijk al best wel waren er heel veel plannen al voor hoogbouw uh, in Rotterdam. Ja. Dit is toch een beetje een soort tussengebied. Hè? Um, uh, die hele koolhaven heb je niet per se allemaal van die enorme torens. Ja. Je zit daar bij het, uh, bij het ziekenhuis met hele forse, kloeken gebouwen. Ja, precies. En voor de mensen die Rotterdam niet kennen: we ja. zitten in, uh, aan de Schaafdijkwal, die eigenlijk, uh, het Noord- met Zuid verbindt via de ja. Maastunnel. Ja. Uh, vlak bij de Euromas, vlak bij het park. Vlak bij het park aan de achterkant van de, van de Erasmus. Ja, uh, MC. Ja. MC ja. Ja. En um, nou ja, aan de voorkant water. Dus het is eigenlijk qua ligging hartstikke mooi. Want je hebt op de zuidkant heb ja. je het uh, water. Um, wel een moeilijke locatie ook vanwege, uh, nou ja, gewoon slecht imago. Uh, maar vooral ook die Stravendijkwal. Dat is een monument. Maar verzorgt wel heel veel geluid, en stank, en ja. fijnstof, ja. en allerlei andere zooi. Maar wel ook aan de overkanten de punten halen, de sluizen. Dus allemaal wel hele mooie elementen in de, elementen, omgeving, eigenlijk in de omgeving. Maar hele die... zware infrastructuur omheen. Ja, ja dus droogleven voor tuinpleinen, hele grote rotonde. Ook ja. niet het beste. Nou ja, als je er niet vandaan ja. komt, snap je niet hoe je eroverheen moet. Ja. Ja. <laughs> dus ja, dat was allemaal best uitdagend natuurlijk. Maar ja, wij dachten. Of eigenlijk toen jouw vraag was wat wat waarom vond je dat toen je zo, maar, zo tof ja, ja. Nou, ik dacht gewoon ja als we dit gaan maken is echt uh, dan doe je echt een keer iets heel anders wat een ander publiek trekt en waarmee we het waarschijnlijk voor elkaar krijgen om ook daar mensen uh, te verleiden om te gaan wonen ja en en een heel stuk bijzonder stukje stad toevoegen ja, ja. en hoe zag je dat toen Want de markt was slecht Rotterdam was uh, stond nog niet in de nee. in Lonely Planet of een weet je, de, 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 alle toeristengidsen nee Waar, hoe zag je toen? Zeg maar, hoe kon jij door de tijd heen kijken? Dat is misschien wel de vraag. Ja, niet natuurlijk. Nee. nee. Ik bedoel, als ik dat zou kunnen, dan zou nou ja, we ook wel zijn. Het is dus wel, ja, maar... nou, ik denk dat het ook wel te maken heeft met gewoon lef en iets durven te doen en ook gewoon. Um, ik denk ook wel dat wat bij ons altijd speelt, is dat we dan ook denken dat we wel echt iets goeds kunnen maken, waar mensen dan wel op afkomen. Dus ook een soort vertrouwen. Ik denk ja. dat dat het ook vooral is. Gewoon markt maken eigenlijk. Ja, hè? Ja. Uh, dus ja, dat was eigenlijk met Le Medine natuurlijk ook al. Dat ja, ook op die plek waren ook niet die doelgroep die daar woont, die woonde daar echt niet. Dus nee. dan moest je ook wel iets bijzonders doen. Want dat is dus interessant, je hebt, we hadden het net over de doelgroep, uh, jullie doelgroep, de strategie. Welke doelgroep had je in gedachten en hoe betrok je die mensen dan bij die nou, platforming? bij Little C was de eerste gedachte heel erg de knalrode leefstijl. Ja, dus zeer stedelijke mensen die ja. op zichzelf gericht zijn. Ja, misschien... en die ook wel een beetje uitdagingen aandurven. He, ja. die, het hoeft allemaal niet uh, netjes en aangeharkt, maar een beetje stoer en, uh, en ruw is ja. goed. Nou, deze plek was nogal ruw. Uh, dus we dachten, nou, het zal wel alleen maar een rode leefstijl zijn. Ja. Nou, dan gaan wij gewoon uh, met mensen in gesprek. Dus dat doen we op allerlei manieren. Klantenpanels in dit geval. De machinist aan de overkant, uh, die hebben we afgehuurd op een gegeven moment. Want ja, er, waren, er was gewoon heel veel animo. Dus we hadden een aantal beelden gemaakt op een gegeven moment. En dat een beetje naar buiten gebracht. Ja, en dat sloeg meteen zo aan dat ja. we ook echt enorm veel animo hadden, heel snel al. Dus heel veel mensen wilden graag meedenken. Dus we hadden een hele machinist met twintig uh, tafels uh, vol met mensen. die allemaal meegingen denken over wat ze dan wel en niet wilden. Ja. Dus uh, mobiliteit, uh, uitstraling, uh, nou, hoe ga je samenleven met elkaar, alles is besproken. We hebben allemaal mooie schema's van gemaakt en mooie uh, nou ja, beelden. Um, en nu zegt mensen ook wel tegen mij, ja, maar als je zoveel animo had, waarom ga je dan klantenpanelen? Dat is toch allemaal zonde van de tijd? Ja, wij wilden gewoon zorgen dat het echt goed werd, want mm -hmm. dat verdient zo'n plek dan ook, hè, dat je echt iets goeds maakt. Nou, en tijdens die klantenpanels uh. kwamen we erachter dat het dus helemaal niet alleen de rode leefstijl was maar dat de blauwe leefstijl eigenlijk ook al heel erg veel interesse had. En blauw was ook wel hier. Blauw is meer statusgericht, uh, wat introverter, maar wel ego gericht, maar wel wel ja wel wat meer dat het allemaal iets netter is, zeg maar. Ja ja. ja het ja. zijn ja. allemaal weet je, zo zo korter de bocht is het natuurlijk niet, maar om het even te duiden is Maar dat dus wat in je doen was als je als veilig statusgerichte mensen naar een aan het Ja. Dat was wel opmerkelijk ja. dan. Ja, ja. Dat was dat had ik dus ook zelf helemaal niet verwacht. Nee. Of wij allemaal niet trouwens. Um, en het leuke is, we doen dit project trouwens samen met ons zusje, JP van Eester, Waar wij ja. ooit uit voortgekomen zijn, ja. doen we het nu mee samen. Uh, dus dat is natuurlijk ook heel leuk. Um, maar wat we toen gedaan hebben, is eigenlijk heel goed nagedacht over welke leefstijl kun je het best waar uh, een plek geven. Er zijn drie pleintjes in Little Sea: ja. het horecapleintje aan het water. Dat is is echt een publiek plein ja, openbaar ja. en die andere twee pleintjes zijn wat meer naar binnen gekeerd dus we dachten nou eigenlijk die blauwe leefstijl die zal wat liever wat meer aan die binnenpleintjes ja. wonen en die rode wat meer bij het horecaplein is ook handig natuurlijk want als je daar horeca hebt heb je daar geluid van is ook handig als daar mensen wonen die dat ook wel oké okay vinden ja, in plaats van dat ze ja, denken hm, moet dit um, en daar hebben we allemaal maquettes van gemaakt, zelfs nog met Lego-steentjes en zo. Want wat we ook te horen kregen in die klantenpanels, is dat we eigenlijk te veel dezelfde woningen hadden bedacht in eerste instantie. Hmm. Dus we hadden. Want ja, je gaat toch ook wel een beetje denken van. Goh, ja, ik neem wel een groot risico hier. Dus misschien moeten we ook wel een beetje niet. Ook in die woningtype nog een beetje te gek gaan, worden, ja. gaan doen. Um, dus we hadden veel. Ja, zeg maar, rond de 70 tot 100 vierkante meter woningen. Nou, dat was niet goed. Die leefstijl was. De leefstijl was heel erg hetzelfde, hè? dat rood-blauwe, het paarsige, zeg maar. Maar de, de type mensen, dus uh, zeg maar, hoe oud ze waren of hoeveel geld ze hadden en zo, dat was heel divers. Dus we hebben uiteindelijk van 40 vierkante meter tot 300 vierkante meter woningen gemaakt. Ja. Eén laag, twee lagen, top-down, bottom-up. Dus boven wonen, beneden, slapen en andersom. Ja. Een hele verdieping, twee woningen op een verdieping. Nou, penthouses, van alles door elkaar. Um, en daar zijn we ook nog mee gaan schuiven. Want je zag in die rode leefstijl wat meer ook de kleinere woningen. Die blauwe leefstijl wat meer de grotere. Ja. Dus eigenlijk die combinatie hebben we helemaal gepuzzeld. Um, en zo te kijken van, goh, welke woning doen we waar? Nou, toen we in verkoop gingen was het ook nog allemaal niet zo hallelujah. Qua, zoals het een, de afgelopen jaren geweest is. Ja, 16 of zo ging je verkopen, ja, 17? Ja. wat nu ook natuurlijk wel weer wat minder zal worden. Dus zijn we eerst met de eerste drie blokjes in verkoop gegaan om toch ook nog te testen? van, Hey, hoe gaat dat en ja, hoe wordt daarop gereageerd? Zodat we ook nog als het nodig was, nog konden tweaken, zeg maar in de volgende blokjes. Ah, dat is interessant. Ja, ja Dus je faseerbaarheid zat niet zozeer in de uitvoering, maar meer in het ontwerp. Ja, spannend. Ja, ja. en. Nou, dat viel wel mee. We hebben nog wel een beetje uh, dingen aangepast. Maar dat viel eigenlijk wel mee. We hadden er toen natuurlijk al best wel heel veel van die klantenpanels en zo. Ja, ja de... je wist wel wat je noemde. Ja. Ja. Kijk, en het leuke is hier. Je zei net van je architecten zijn er misschien iets minder aan gewend. Maar we doen dit dan met Jaco en Cor. En Bert van Breugel van Inbo. Hè, ja. dus, uh, uh, en nou, we hadden ook nog een ontwerpteam. Uiteindelijk hè, met uh, ook nog Ruud-Jan Kokken voor de hekken. En nou, voor de signing en zo. Dus ja. we hadden een heel mooi ontwerpteam. Maar de, de, ja, de, de belangrijkste spelers daarin zijn natuurlijk uh, Jaco, Cor en Bert. En... Dit is echt een samenwerking. Dus dit is niet iets van de opdrachtgever zegt dit... en dan gaat de architect een tekeningetje maken. Ja. Dus dat is denk ik een van de grote succesfactoren van Little C. Is dat we het echt van begin tot eind met elkaar gedaan hebben. Altijd gekeken hebben van... Hey, wat zijn nou de essenties van dit plan? Uh, zit dat er nog in? Of zijn we nu keuzes aan het maken... die eigenlijk helemaal niet ondersteunend zijn aan de essenties... maar die wel ja. heel veel geld kosten... die we dus eigenlijk gewoon eruit moeten halen. Ja. En dat is dat die essenties die benoemen we ook aan de voorkant. Wat zijn de elkaar. essenties in dit geval? Um, nou, er zijn een aantal wat meer stedelijk essenties en wat meer op de architectuur. Dus bijvoorbeeld uh, de verbinding maken, dat is een hele belangrijke in de stad. Dus het rondje Koolhaven, verbinding met het park, uh, de verbinding eigenlijk met het Erasmus. Er komt ook nog een brug tussen de Erasmus uh, MC en Little C. Dat je ook langzaam verkeer gewoon over die brug uh, ja. naar het ziekenhuis kan lopen. Maar ook de verbinding naar de stad. Uh, de verbinding naar de Heemraad Singel. Dus vanuit het park via het park bij Little Sea, Toushin ja, Park ja. naar de Heemraad Singel. Uh, dus die groene lijnen ook uh, herstellen. Nou, dus dat is een hele belangrijke uh, belangrijk is ook het park. Dus dat we echt gezegd hebben vanaf het begin af aan, nou het moet niet meer zo'n racebaan voor de deur zijn, maar het moet een park aan het water worden. Ja, ja. Een van de weinige plekken in Rotterdam waar je gewoon naar het water toe kan. Hè? Dus geen harde, hoge kade, maar een taluut naar het uh, water toe. Ja. Um, dus nou, dat betekende uiteindelijk dat de uh, tram eruit is gegaan, dat er een aantal rijbanen uitgegaan zijn en dat het hele park opnieuw is ingericht. Wat hebben we nog meer? Uh, wat moet ik uit mijn hoofd doen ineens? <laughs> nou, wat we heel belangrijk vinden is uh, 15, uh, 15 identiteiten, dus 15 verschillende persoonlijkheden eigenlijk. Dus de vier grote gebouwen ja. aan de rand, de aangebouwen die uh, eigenlijk het geluid uh, buiten, li buiten ja. Little Sea houden. En dan de blokjes daar, daar binnenin, met allemaal een eigen karakter. Ja, en die blokjes die hebben natuurlijk een. Dat is misschien wel een van de slimmigheden van het plan. Is natuurlijk dat het relatief kleine blokjes zijn die trappenhuizen delen met elkaar. Ja, ja we kwamen natuurlijk op een gegeven moment achter dat. Uh, nou ja, die kleine blokjes zijn natuurlijk al niet per se goedkoop. Dat nou, dacht in ieder geval iedereen. Veel gevel. Veel gevel valt uiteindelijk heel erg mee. We, da, ook dat is ook heel grappig. We denken altijd dat dat duur is. Ja. Hè, zo, zo zijn we allemaal opgeleid. En ja, kan iets duur. Valt reuze mee als je dat op een hele goede manier doet. En wat is dan het geheim? Ja, dat nou, zit in allerlei vormfactoren. Wat voor ramen je erin maakt. En nou ja, hoe je het ook weer aan elkaar koppelt. In dit geval ja. met die trappenhuizen natuurlijk. Maar uiteindelijk. Nou, het is natuurlijk niet spotgoedkoop. Dat zou ik ook niet zeggen. Maar het is ook niet uitzonderlijk duur. Okay. Nou. Um, wat betreft die koppeling met die bruggen. Hebben we eigenlijk gedaan omdat uh, als je keek per blokje. Als je daar een trappenhuis in ging maken. Met zowel lift als uh, trappen. Fliften, ja. Dan had je eigenlijk geen, uh, geen plattegrond meer over. Nee. Dus dat ging zoveel ruimte kosten dat we dachten hé, dat moeten we anders doen ja. uh, we kunnen beter dan die blokjes aan elkaar koppelen zodat je dat kan ja dat je dat losken van elkaar kan trekken eigenlijk dat in een uh, in zo'n blokje heb je de liften en in de andere de trappen uh, en het ja het is ook nog eens heel erg tof want daarmee maak je eigenlijk een soort mini communitys weer in Little C. ja want mensen ontmoeten elkaar op die trappen ja dus wat je net over die galerijen ja. zei dat is ja. natuurlijk uh, ja. 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 ja ja en het is bijna een soort hotel als je binnen we hebben daar natuurlijk ook heel erg op ingespeeld aan de binnenkant hè. dus Little C is niet alleen mooi aan de buitenkant maar ook echt de woningen zijn tof, de, de gangen zijn tof, de, ja, die bruggen zijn natuurlijk geweldig. Ja, maar ja. we hebben ook overal een soort lambriseringen en hele mooie vloerbedekking. En een hele mooie signing, dat je echt ja. het gevoel krijgt van, goh, ik kom bijna in een hotel binnen. Ja. En dan loop je over je eigen brug zo naar je woning. Ja, dat, dat is echt te gek. En dat zijn middenhuurwoningen en vrije sector? Al die kleine blokjes met die, uh, met, die, met die bruggen ertussen, dat zijn allemaal koopwoningen. Allemaal, allemaal koop. Ja, en ja. alle... Grote gebouwen, zeg maar, die aangebouwen, dat is of kantoren... Ja. of uh, het familiehuis zit er natuurlijk in, ja, Daniel, van Daniel Roet. Roet ja? Ja. En uh, appartementen voor bouwinvesten, dat is allemaal grotendeels middenuur. Ja. Ja. Ja, want wat dat betreft is het dus een heel gemengd programma, ook in de plint. Er, zit, wordt ook gewerkt, ja. er wordt ook gewerkt, er zit horeca in. Ja. Geen winkels, denk ik, of wel? Misschien één of twee? Uh, nou, niet echt uh, hardcore winkels. Maar ja. wat we daar hebben gedaan, we hadden daar natuurlijk... We, ook daar zijn natuurlijk altijd afspraken over, dat kennen we allemaal met de gemeente. Uh, dus uh, voor de kantoren moest het in eerste instantie heel erg uh, medisch gerelateerd zijn. Maar in die plinten hebben we er eigenlijk vanaf het begin af aan voor gekozen... om een mix te maken tussen woonfuncties in die plint... En niet woonfuncties. Ja. Omdat we dachten, ja, dit moet een gebied worden, wat natuurlijk ook s'avonds nog prettig is ja. uh, om rond te lopen. En als je natuurlijk alleen maar commercieel maakt in de plinten, dan, ja, dan is dat s'avonds meestal uh, gesloten. Ja. Uh, dus dat zie je al gebeuren. Dus aan die pleintjes zie je best wel uh, hele leuke woonplekjes ook ontstaan. Mensen die ook allemaal potten planten en weet ik het allemaal buiten zetten. Ja. En daarnaast hebben we gewoon heel goed gekeken wat we er wel en niet in wilden hebben. Dus we hebben echt mensen laten soort van solliciteren. Uh, om in die plint een plek te kunnen krijgen. Dus ondernemers heel... bedoel je? Ja, ondernemers. Dus het was ja. heel grappig. Want de makelaars dachten natuurlijk: het uh, is dit voor onzin. We gaan toch gewoon, als iemand hier wil zitten. dan gaan we toch gewoon verhuren. Ja. En het liefst, ja. het liefst ja. natuurlijk voor de hoogste prijs. Logisch. Maar ja. wij zeiden: nee, het succes van Little C. hangt ook heel erg van, uh, samen met. wat er op maaiveldniveau gebeurt. Ja. Hè, we hebben enorm ons best gedaan om een heel mooi plan te maken. met heel mooi groen. Dus dat dat maaiveld ook meteen. Ja, als je er rondloopt, dat je meteen denkt: goh, fijne plek. Ja. Het is ook heel snel heel groen geworden, vond ik. Ja. Ja, dat zou ik zo uitleggen. Oké. Okay. Um, maar, dus we hebben echt ervoor gezorgd dat, dat niet Joma, Jan en alle man erin zou kunnen komen. Dus we hebben echt uh, heel goed een uh, ja, soort programmaatje gemaakt van, uh, nou, waar moet je aan voldoen? En er waren ook echt wel bedrijven die uh, heel graag er wilden komen. En die dan zoiets hadden van, ja, je mag blij zijn dat ik kom. Maar die wilden dan bijvoorbeeld zo'n uh, zo ijzeren gordijn, weet je om half zes ja, 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 uh, deur dicht. Want ja. we hebben dure spullen liggen, dus dat gordijn gedicht. Wij zeiden nee, maar we gaan niet uh, als we hier s'avonds rondlopen dat er dan zo'n ijzeren gordijn geen is. Rolluiker. Dus ja. geen rolluiken, nee. Dus verzin maar wat anders. Ja. Wilde dan gelukkig uiteindelijk zo graag daar zitten dat ze iets anders ging verzinnen. Dus het uh, dus is heel, heel gemeleerd. Uh, er zitten een huis, twee huisartsen in: eentje boven in de, apart, in de kantoren, maar ook eentje in de plint. Uh, dat is gewoon een behoefte. Ja. Dus uh, er kwam ook vanuit de kopers van: joh, we kunnen echt nergens een, uh, een huisarts vinden. Dus zoek alsjeblieft een huisarts die hier wil zitten ja. en die ook op een goede manier hierbij past. Dus nou, die mag ook niet een hele gevel dichtplakken, wat natuurlijk bij de meeste okay, huizen Ik denk dat in termen van lijfstijl dat hij ook rood is. Nee, of nou blauw, dat hoeft hoor. mij nog niet zozeer, maar wel dat hij <laughs> zich aanpast aan uh, dat het niet gewoon dichtgeplakte ruimte wordt. Nee, absoluut. Ja, ja. ja Nou, Ugo Borst heeft een uh, ruimte, ook super tof. Ja. Uh, die heeft een soort uh, galerie, annex, plek waar uh, dingen georganiseerd worden. En uh, van hoge tot lage cultuur, zeg je dan, van een voetbalwedstrijd tot een uh, ingewikkeld gesprek. Ja. Uh, ook heel leuk, kun je ook ruimtes huren. Uh, de architecten gaan zitten, koor met zijn ja. bureau, dat is natuurlijk ook heel leuk, uh, maar ook bewoners die bijvoorbeeld boven wonen en beneden een uh, werkruimte hebben. Uh, er zit een filmstudio in. Uh, nou ja echt heel gemakkelijk ja en, en, en natuurlijk de horecaplein we mochten maar beperkte hoeveelheid op horeca maken vanwege de bestemming vanwege ja bestemming, de bestemming? Ja. en uh, uiteindelijk is Old Oldcola de pizzabakkers zeg maar die zitten erin wat natuurlijk een hele leuke ja. functie is Kula ook heel mooi een combinatie tussen uh, ja uh, gezond eten en uh, yoga en op de kop van het uh, horecapleintje komt uh, Côte du Col een wijn uh, die komt nog wijnwinkel die ja, komt nog ja leuk uh, je zei iets, dat, groen, dat groenplan was echt ja. integraal onderdeel ook van ja. de visie, hè? Van, van, het, uh, van het voorstel. Ja, ook een maakten. van de essenties trouwens, ja. Ja, ja. ja dat groenplan hebben we vanaf het begin af aan gezegd. Het ja, zijn natuurlijk heel stenig. Ja. Uh, dus ja, we dachten. Tuur, in die hele context. Ja, die, dan die hele context, ja. ja. Dus uh, we dachten, ja, als je hier toch prettig wil wonen, moet je ook gewoon uh, veel groen om je heen hebben. Dat was eigenlijk nog voordat biodiversiteit inkwam en natuur inclusief. Ja. En duurzaamheid was natuurlijk ook nog niet zo'n punt. Twee uh, jaar, jaar geleden, ja. ja dus, uh, uh, maar uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om dus heel veel van dat groen al gewoon in onze planvorming mee te nemen. Dus ook gewoon financieel. Uh, je ziet al die draden langs de gevels, ja. he, waardoor dat groen natuurlijk ook heel hoog kan groeien. Allemaal goed nagedacht over welke planten dat wel en niet kunnen. En ook waar ze allemaal staan. He, in die smalle steegjes heb je andere planten nodig dan uh, op de pleinen. Ook ervoor gekozen om niet allemaal van die kleine boompjes neer te zetten, maar gewoon stevige bomen meteen. En wat heel erg werkt, denk ik, is dat het een retentiedek is. Dus onder. De bestrating liggen van die kratjes, ja. waar het water in wordt opgevangen. En uh, nou ja, daar wordt de planten gewoon mee water gegeven. Ja, dus, zo werkt het. Ja. ja, dus ja, daar wordt water opgevangen. En als er dan een grote hoosbui aankomt, wordt het natuurlijk ook weer geleegd. Dan krijgt het systeem Vertraagd, in signaal. Ja. losgelaten. Ja, ja. Ja. Dat was voor die. Dat was denk ik even de eerste keer dat het dat grootschaliger toegepast wordt. Dat dan denk dan. ik wel, ja. 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 Maar dat werkt dus als een speer. Ja, ja. Nou, dat is goed. En nu is het overal, uh, nou ja, niet gemeen goed, maar het, is, het gebeurt heel veel. Ja, er gebeurt ja. heel veel, ja. Um, nou, zit er, Nou, bedoel, er valt, we, kunnen volgens mij, we kunnen zo nog een uur doorpraten over het project. En zeker met jouw enthousiasme. Ja. De aanleiding voor dit gesprek was natuurlijk. Uh, Little C wordt op een aantal plekken, en het is niet alleen door Bernard Hulsman, maar door veel meer mensen genoemd als een alternatief voor hoogbouw. Ja. Uh, in de hoogbouwstad Rotterdam. Ja. Hoe zie je dat zelf? Nou, ik denk dat dat zo is. Ik denk dat het heel interessant is om in je stad na te denken over verschillende soorten uh, manieren van wonen. Want, ja, kijk, die echte hoogbouw is niet voor iedereen. Little C is ook niet voor iedereen. Want er zijn ook mensen die het heerlijk vinden natuurlijk. Hè? De hardcore blauwe leefstijl. Die vindt het waarschijnlijk heel erg fijn om in zo'n hoogbouw te wonen. Waar je vrij anoniem uh, je auto in de garage zet. Nou, je gaat de lift in. Je stapt op je eigen verdieping uit. En hoppakee, en je zit in je eigen woning. Ja. En dat is ook helemaal prima. Dus daar is ook echt een uh, markt voor. En dat is denk ik ook voor de stad helemaal niet verkeerd. Ik vind wel, je moet altijd wel ook dan heel goed nadenken over wat je op maaiveldniveau doet. Want ja, wat erboven zit allemaal prima, maar je loopt op straat en daar, daar zie je wat er gebeurt. Ja. Dus als daar alleen maar grote entreehallen zijn van, van die grote flats of, nou ja, het is niet ingevuld. Ja. Hè, er hangen te huurborden op. Dan denk ik, ja, weet je, laten we met z'n allen wel zorgen dat we dat maaiveldniveau wel echt, dat we daar heel goed over nadenken met elkaar. Ja. Um, kijk, in Little C is het natuurlijk veel meer met elkaar. Dus daar zie je. Ik was er vorige week nog met, met Portaal, een woningcorporatie. Toen kwam Rob de Jong nog even naar buiten, is een van de bewoners en die werkt daar ook. Dus Rob zei: Ja, het is, uh, het is hartstikke mooi ontwikkeld en hartstikke mooi gemaakt. En het is prachtig qua architectuur en qua stedenbouw enzovoort. Zeg maar wat voor ons als bewoners echt heel tof is, is eigenlijk de manier waarop je hier samenleeft. Ja. En dat is natuurlijk wel in zo'n stedenbouwkundig plan als Little C wat makkelijker vorm te geven. Dan in die ja, echte hoogbouw in die torens torens. Ja. 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 Ik kan me ook voorstellen dat het zeg maar uh, vanuit de ontwikkelkant ook aantrekkelijker is om dit te doen dan een toren van 200 meter. Ja. Je, kan, je kan hem nog opknippen in ja. stukjes. Je, ja, kan... je kan hem makkelijker opknippen waar het niet, dat je natuurlijk gewoon bij Little C één grote parkeergarage eronder hebt. Ja, dus dus, dus ja, die bak die moet je in één keer maken. Dus die bak moet je toch in één keer maken. Um, maar um, zeker, ik denk ja, de tijd die voor ons ligt nu zal, denk ik, iets meer vragen om wat kleinschaliger plannen, uh, die wat makkelijker doorgang kunnen vinden. Misschien ook wat minder weerstand opwekken, want we hebben natuurlijk best ingewikkelde inspraakprocedures. En je ziet dat er veel bezwaren gemaakt worden, waardoor procedures lang duren, waardoor het lang duurt voordat gebouwen er zijn. Dus ik denk dat dat wel, ja, dat de. De vriendelijkheid van Little C. ook wel daarin zou kunnen helpen. Hè? Ja. Dus ook om die doorlooptijden wat korter te maken. En natuurlijk is het risicoprofiel van zo'n enorme toren is hoog. Ja. 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 Want... Je kan en... het niet faseren, je nee. moet het in één keer afzetten. Precies. Ja, precies. Je kan ook niet zeggen halverwege hè, wat je hebt gedaan nee. van drie blokjes in de verkoop. En als, we dan, als het dan niet nee. werkt, dan passen we de rest van wat nee. grond. aan. Nee, dat kan je wel doen, maar dan kun, je, dan kun je in ieder geval... niet snel starten met bouwen. Nee, dan kun je dus best een era -flat module of uh, -concept dat kunnen doen. Ja. Ja. Hè, dus structuren maken met apart inbouwpakket. Ja. Dat is wel fascinerend dat je dat zegt. Dat je het koppelt aan de, aan de participatieve elementen. En de, de procedure proceduretijden. Uh, dus aan de ene kant zeg je het risicoprofiel. Maar aan de andere kant zeg je in termen van weerstand enzovoort. Is, ja. een, is een vergelijkbare dichtheid. Maar met een fijnmazige korrel eigenlijk interessanter. Of in ieder geval. Nou ja, dat kan op sommige plekken interessanter zijn, denk ja. ik. Of makkelijker zijn. Of nou ja. Hè, uh, ik denk dat we, als je ziet hoe lang het allemaal duurt voordat die projecten er komen. Ja. Denk ik dat we ook wel naar dat soort dingen moeten kijken. Dus niet alleen maar in die. Dat, dat, nou ja, qua stedenbouw is het natuurlijk vernieuwend. Dat is leuk. Maar ik denk dat je ook wat verder moet kijken. Ook, uh, wat, wat zijn de andere voordelen ervan? Ja, ja. Of mogelijke nadelen kan ook. Hè? Ja. ja, wat zou de nadeel zijn? Nou, je moet het ook, uh, ook niet overal doen. Nee, nee bijzonder dat er het er ook op ja. Ja. <laughs> Nou Ja, en ik denk ook nogmaals dat niet iedereen erop zit te wachten. Dat je van die smalle straatjes hebt en van die pleintjes waar je elkaar net op tegenkomt. Dat je als je heel erg, als je meer op jezelf bent, dan denk je nou, uh, moet dit. Dan, die, dus uh, beide hebben functie. Dus maar zowel goed, de je, ja. als de Little C-achtigen ja. hebben. Kijk, ja, wat ik zelf heel leuk vind is dat we denk ik wat meer elkaar zouden moeten uitdagen om naar andere soorten manieren van hoogbouw te kijken. He, dus niet alleen maar denken van, hup, we gaan de, de hoogte in en uh, nou, die van mij is nog groter dan die van jou. Ja. Uh, maar ook, nou ja, wat zijn nou andere manieren waar je op je wel die dichtheid kan halen, maar waardoor je niet, waarvoor je niet per se die hoogte in moet? Nou, dat is een duidelijke oproep. Ja. Wij sluiten deze podcast altijd af met een uh, vraag. Namelijk, hoe maak je nou een echt goed hooggebouw? We hebben het nu natuurlijk gehad over het alternatief voor een heel hoog gebouw. Maar ja. zou je daar iets over kunnen zeggen? Een algemeen geldende uitspraak. Hoe maak je nou goed een goed hoogbouw? Een echt hoogbouw, hoogbouw. Nou ja, Hoe maak je nou vooral echt goed? Ja, ik denk dat je dan toch um, na moet denken over een soort buurtjes in zo'n gebouw. Dus ik denk dat bijna iedereen, even los van leefstijlen. De een meer dan de ander. Hè? Ik heb het net allemaal al dertig keer toegelicht. Dat toch in, in basis iedereen het wel fijn vindt om ergens bij te horen. En dat dat niet bij een 500 woningen tegelijk kan zijn. Maar dat het toch een beetje een soort buurtjes moeten zijn. Dus ik ben ooit nog een keer bezig geweest in de Belmer. Of in Amsterdam Zuidoost. Met zo'n uh, oude flat daar. God, ik weet niet meer. Ik, ik zit altijd te denken: hoe heette die ook weer, die architect? Dan kan er niet opkomen. Maar die had toen een concept bedacht voor een soort neighborhoods. In die, dat is ook al jaren geleden hoor. En dat vond ik ook echt heel slim. Ik dacht, ja, je moet eigenlijk een soort plekjes maken in zo'n groot gebouw waar mensen zich bij voelen horen. En daar misschien ook dan een soort voorzieningen bij maken. Dus niet alleen maar in de plint per se die voorzieningen maken. Nou, dat zie je natuurlijk al bij die gestapelde stad, zeg maar. Ja. Uh, maar dat je dan ook op, op andere plekken op, op het hoogte. Ook. En zeker als je natuurlijk ook nog voor gezinnen dat zou willen doen. Want ja, het is niet ja. alleen maar voor mensen zonder, uh, zonder gezin. Uh, dat je daar ook een soort prettige plekken weet te maken. En je hebt in Rotterdam komt de Maasbodes, gezinsappartement ja. van BPD. Ik denk een goed voorbeeld. Wij maken in uh, de Binkhorst in Den Haag, Link in de Bink. En daar hebben we een soort. Ook met Jaco weer? Toch? Ook met Jaco, ja. En dan maken we een soort pocketparkjes. Um, dus we hebben daar een soort binnenwereld met een hele grote viede. Ik, ja, ik denk dat dat een waanzinnig tof gebouw wordt. Dus daar halen we eigenlijk de, de buitenwereld naar binnen door een hele grote viede ja. Die ook heel groen wordt. En daar zitten eigenlijk al die woningen aan, uh, aan uh, geclusterd. En dan hebben we die pocketparken. Die eigenlijk per, ja, per een aantal verdiepingen zeg maar, een soort parkje geven en een soort uitzicht naar buiten toe. Uh, en ook een ontmoetingsplek uh, kunnen worden. Ja. En ik denk dat je dan met je gezin ook het leuker vindt om op zo'n soort plek te wonen. Dus ja, toch, toch wat meer dichter bij de mens. zeg maar en gemeenschappelijkheid, gemeenschappelijkheid en niet alleen maar glimmende gebouwen. Nou. Die er misschien heel mooi uitzien, maar ja, waar je dan minder leuk in woont. <laughs> Helder. Dankjewel, Bianca. Graag gedaan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Hoogbouw... en verschijnt op het platform van de Architectenweb. Mijn naam is Dario Roggeveen. Ik maak deze podcast samen met Lieven Herenmans en Geert Vlieger. Muziek werd gemaakt door mijn broer Job Roggeveen. Volg deze podcast via je eigen podcast-app. En je kunt ons natuurlijk volgen op Instagram via more.architecture. Volgende maand praat ik met Fieke van den Beuken van woningcorporatie Trudeau... over sociale woningen in Hoogbouw. Luister dus.